Dag Soetje, een paar woordjes uitleg over zippen. Hoe en waarom zippen we? Ik zal het even uitleggen met een voorbeeldje. Op mijn desktop staat een map, The Great Travel, van onze reis naar de Verenigde Staten. Ik doe het even open. Kijk, daarin zitten submapjes, kaarten en dan voor elke dag een reeks foto's. Hier zijn nog een paar speciaal foto's, de highlights. En dan hebben we nog de klasseren foto's. Daarin zitten fotootjes die nog moeten belanden in die lege mapjes bijvoorbeeld. Nu zou ik jou graag heel dat pakketje doorsturen met alle foto's geclasseerd exact op de juiste plaats, zodat je daar geen werk meer aan hebt. Oké? Dus die map zo direct als bijlage plaatsen in een e-mail, dat lukt niet. We moeten er eerst één groot bestand van maken. Dat inpakken. Inpakken in een gecomprimeerde map. Gecomprimeerd, dat wil zeggen kleiner, hè? We gaan een keer zien hoe groot dat de originele is. Die is 12,9 megabyte. We gaan dat nu comprimeren. Het is te zeggen, we gaan er één groot bestand van maken. Dat wel kleiner zal zijn dan deze map. Ik klik met de rechtse muis op de map. Dan krijg ik een contextueel menuutje. En dan maken we daar een gecomprimeerde map van. Die naam is een beetje misleidend. Dat is geen map. Dat is een bestand. En die map zit volledig in dat bestand. Nu hier was dat 12,9 megabyte, dacht ik. Hoe groot is dat? Kleiner. Maar niet veel, 12,8 megabyte. Dat is eerder een zeldzaamheid. Dat is omdat dat allemaal fotootjes zijn, denk ik. Moesten daar bijvoorbeeld nog Word-documenten in zitten, Excel-bestanden en dergelijk, dan zou die compressie spectaculair kunnen zijn. Voor het moment is het absoluut niet spectaculair. In alle geval, één ding hebben we. We hebben de structuur van die map met al zijn submappen. Die zijn we alleszins niet kwijt. En nu, dit is dus maar één bestandje en dat kan gemakkelijk met een e-mail verstuurd worden. Eerst zet ik mijn oorspronkelijk bestand even aan de kant en dan ga ik jou dat gezipte ding opsturen. Hop, voilà. Nu zit dat zipbestandje bij jou op de computer. Dat kunt je nu direct al bekijken, maar dat is de bedoeling. Dat is een pakje, je kunt er niet doorkijken in feite. Hè. Je moet dat echt uitpakken. Dus die zip, die ritssluiting, die tiret, die mocht je niet meer zien. Dat moet een echte map worden. Hoe doen we dat? We gaan, voilà, alles uitpakken. Dat was rechtse muisklik en dan linkse muis, alles uitpakken. De computer, die doet dat voor jou. Die gaat die uitgepakte map steken op jouw desktop. Als je dat ergens anders wilt steken, is dat ook goed hoor. Uitpakken. Voilà, en het is al gedaan. Nu zit hier in een map, zit in feite dat gezipte bestand dat nu uitgepakt is. Ondertussen kunt jij bijvoorbeeld, dat bestandje kunt jij bijvoorbeeld steken in een map, uw mapje reizen of uw mapje foto's van mijn papa, weet ik veel. Dan trekt je dat er gewoon in, pap. En het zit op uw computer. Nu die zip, die mag ondertussen weer al weg. En nu gaan we dat een keer zien op uw computer in uw mapje reizen. Foto's van mijn papa. Dan doet je dat open. Dan gaan we dat een keer deftig bekijken met grotere pictogrammen. En voilà. Dus al die spullen, al die foto's van mij in hun mapjes zitten nu bij jou. In uw mapje reizen. Of in uw mapje images, of in uw mapje documenten, gesteekt waar dat je wilt. En dat zijn de originele foto's en geclasseerd op dezelfde manier zoals ik dat gedaan had op mijn computer. Voilà, dat is het in grote lijnen. Dus wat hebben we gezien vandaag? Voilà, dus hoe en waarom? We gaan eens bekijken. Toek, 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 toek. Voilà, zo. Zippen
Dat is om te comprimeren in eerste instantie. Dat maakt dus van een uitgebreide map maakt dat een bestand dat in principe kleiner is. Het voorbeeld dat we nu genomen hadden was zeer slecht natuurlijk. Wat dat we wel behouden hebben, en dat is zeer goed, dat is de mappenstructuur. Dus jij moet dat niet meer opnieuw beginnen klasseren, dat is van de eerste keer gedaan. Oké, dag zoetje, bye bye.